Deze hydro-elektrische stuwdammen veranderen echt in natuurlijke stroompjes. Dit kan impact hebben op de ecohydrologie van de rivier. Ecohydrologie is eigenlijk waar hydrologie en ecologie samenkomen. Alle aspecten van de natuurlijke stroomvoorziening van een rivier hebben namelijk ecologische waarde. Mijn scriptie gaat over het modelleren en evalueren van de hydro-elektrische stuwdammen op ecohydrologie van rivieren in Myanmar. In Myanmar groeit de waterkrachtsector namelijk exponentieel. In de komende 15 jaar willen zij nog 10 gigawatt aan capaciteit erbij gaan bouwen. Ik heb specifiek gefocust op de Yewa-dam. Dat is namelijk momenteel de grootste dam die ze hebben met 790 megawatt. Had ik eigenlijk 3 doelen. De eerste was om de hydrologische veranderingen die de Yewa-dam heeft veroorzaakt in kaart te brengen. Ten tweede wilde ik die veranderingen gaan koppelen aan ecologische impact. Ten derde wil ik het model wat ik heb gekozen testen op het gebied van zijn bruikbaarheid voor environmental flow management. Voor mijn scriptie heb ik ook de kans gekregen om naar Myanmar toe te gaan. In Myanmar heb ik niet alleen de Yewa-dam bezocht, maar heb ik ook veldwerk mogen doen op de rivier beneden Strooms. Het was heel gaaf om in een vissersbootje bathymetriemeten te doen en stroomsnelheid te meten. Ook heb ik naar landgebruik gekeken om mijn model te kunnen valideren. Dit komt vooral door het extreem grote verschil tussen het droge seizoen en het natte seizoen. In het natte seizoen valt er zo ontzettend veel regen dat alle rivierwater over de overlaat zal gaan. In het droge seizoen valt er niet genoeg regen om heel veel meer water door de turbines te laten stromen. Dit zorgt ervoor dat het natuurlijke regime redelijk goed wordt aangeboden.